Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland with Teeman and Arro. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride. Till each tear you cry becomes a rose. Poëtisch, hè? Dit begin van een nieuwe aflevering van Countryland. Met vanavond van alles en nog wat. En alleen Teeman is nog even bezig zijn auto weg te zetten. Dus moet je het met mij doen. En Ab is er trouwens ook bij. En Nel is er. En Johan, die schuift natuurlijk. En de eerste plaat heb je al gehoord. De tweede is van eigen bodem. De Strootklinkers. Wat een begin, Harro. Ja, leuk hè? Ja. Ja, ja, weer eens wat anders. We zijn in Grunnings begonnen dus. In, nee. Want daarvoor waren er Carrier Bell. Ja. Dus, maar die was ook een mooi liedje trouwens hoor. Maar die Strootklinkers met de voetbalclub, hè, van hun gedenkwaardige CD. Windkracht 13. Oh, dat was eigenlijk voor deze periode. Windkracht 13. Ja, dat had jij al een beetje in de gaten gehouden voor deze tijd. Je denkt, ik doe die Windkracht 13 een keer. Ja, precies. Ja. Ja, nee, dat is helemaal goed. En in Groningen kan het ook keihard maaien natuurlijk. Hè. Maar goed, u heeft in de tussentijd al luisteraars begrepen dat Harro tegenover mij zit. En aan de andere kant van de microfoons en alles en de lampen, daar zit Johan. Ja, ook gezegd. Ab zit hier naast mij, die komt ons vanavond weer ondersteunen. En Nel, die is voor de koffie, de thee, de limonade. En nee, voor de rest niet vanavond, Nel, hè? Nee. Dus dat niet. Ik ga even wat anders zeggen, Harro. Nou, doe maar. 11 februari 1997. Toen ging het eerste uur van Countryland de lucht in. Olé. Om 7 uur bij Radio Barneveld. Ja. En dat was toen nog op de oude plek in het centrum van het dorp. Oh. Boven het concertgebouw, wat vroeger het concertgebouw in Barneveld was, hadden wij een ruimte van 2 bij 3 meter. En dat was dus Radio Barneveld. Nou, heerlijk. En daar begonnen wij dus toen onze uitzending. 1 uur alleen maar countrymuziek. En ik had artiesten als de Tumbleweeds, Sandra en Andres. Allemaal van die artiesten uit die periode. Ja, en daar ben ik mee begonnen. Ja. Dus inmiddels zijn we groter gegroeid, hè? 23 jaar en we zijn nu een team van 10 man. Kun je nagaan. En wij, we bouwen uit en we groeien uit ons jasje. Maar het blijft een leuke hobby. En wat ik al zeg, ja, 23 jaar geleden, Countryland. Ja, vrolijk doorgaan, hè? Ja, en we waren dus al met de Strootklinkers verder gegaan. En we gaan dan nu verder met The Great Divide. And Out of Here Tonight. Out of Here Tonight. The Great Divide. En anders wel hier. Ja, hè? Ja. Afterglow heet de CD. Een hele mooie CD. Prachtige CD. Ik heb er 2 van. Als ik het goed heb, jij had er meer, hè? En ik heb 5. Oh, kijk, dus we kunnen nog een paar jaar vooruit. Ja, daarom. Ik denk dat... en de groep bestaat volgens mij niet meer. Dus er komen ook geen nieuwere meer van. Oh. Dus dat, ik denk dat we met deze hoeveelheid makkelijk het volk kunnen bedienen. Doen we graag. Daarom. Hé, hey, we hadden het pas volgens mij een keer. Heb ik het goed over Billy Joe Shaven? Ja. Want dit is de jongste CD die ik van hem heb. The Real Deal heet hij. Ik weet zo gauw niet meer wanneer die is uitgekomen, want die lettertjes zijn wel verschrikkelijk klein namelijk. Maar iedere keer als ik hem weer hoor, dan denk ik van, hij behoort echt tot de allergrootsten van de country. Ja, nou, dat vind ik ook. Het is zo ongelooflijk mooi wat hij doet. En het is zo simpel als het maar kan. Een hele bescheiden begeleiding. Ja, en, maar hij is en wel een outlaw, hè? Stem van hem. Hij is wel een outlaw, vind ik. Maar daarom is hij ook zo leuk. Ja, hè? Luister maar. Aparte stem, hè? Een unieke stem. Uniek, lekker. Geweldige stem. Ja. En dat toch Livin' Lovin' Lie. Billy Joe Shaver. Billy Joe Shaver. En dan gaan we daar vandaan door naar Jerry Can. En Jerry Can. Dat kan, hè? Ja, dat kan. Want we gaan terug naar 1982. Ja, dat is een tijdje geleden, ja. En toen hadden we dus 5 Nederlandse
muzikanten. Ja, ik zie het glundere gezicht van Pieter zo in het midden daar staan. Ja. Theo Lissenberg zat er toen al bij. En Jerry Goud. Goud, ja. Phil van de Veen. Op de fiddle, hè, geloof ik. Die speelde op de fiddle, ja. En dan Bart van de Velde. Die speelde de bas. En dan ons al bekend Pieter Groenveld. Op de mandoline. En vocals. Dus Pieter kan nog zingen ook. Pieter kan van alles. Pieter is onze maat. Dus, van de cd Stony Man Mountain, wat Theo Lissenberg heeft geschreven. Daarvan draaien wij dus nu. Good morning, sunshine. Laat er maar eens gauw komen, die sunshine. Want het duurt me veel te lang dat hij wegblijft. Morgen weer, hè? Well, I don't like walking fast. Dat was hem. Hè? Zo is het maar net. Ja, bluegrass uit Nederland. Uit Nederland. In een vroeg stadium al. Hè? Al in een heel vroeg stadium. Ja. Volgens mij was het in dezelfde periode dat we ook relaxation hadden in Nederland. Ja, het begon toen een beetje op gang te komen, denk ik. Hè? Zo'n 1982 is deze cd dus. Ja. En dan staat de jeugd van de bluegrass, de Nederlandse bluegrass op. Kijk, echt Piet met zijn lange haar. En, Dat heeft hij lang vol. Dat houdt hij nog steeds vol. Ja. Dus Pieter verandert er niks meer. Maar Pieter verandert niks meer. Nee. Maar goed, we hebben nog steeds, wat ik al zei, goede contacten met Pieter. Dus leuk. Daarom, dat zal altijd zo blijven. Ja. Jerry Ken was dat dus. Ja. En dan gaan we naar, het is ons moment weer. De Loving Brothers. Ja. CD die nog niet zo heel vaak in deze uitzending is geweest. Maar het zou best kunnen dat de nummers die erop staan dat al wel geweest zijn. Want het overlapt elkaar nogal eens een keer. Ja. Zo hier en daar. Maar deze CD heet My Baby's Gone. En daarvan, Blue From Now On, The Loving Brothers. The Loving Brothers, Blue From Now On. Mooi, hè? Ja, klassiek geluid. Zeker. Ontzettend. We houden dat erin, hè, die Loving Brothers, want dat is maar. Eigenlijk... Ja, anders hou ik hem mee op, hoor. Meen je dat? Echt waar. Dat, zonder de Loving Brothers geen... Geen country land. Nee. Nou, mogen we dan doen we het nog jaren door. Gelukkig. En we gaan naar Heather Miles. Oh, wat leuk. Ja, iedere keer verbaas ik me weer over dat... Ook redelijk klassieke geluid van haar, maar toch bij de tijd. Mm-hmm. Ja, en ze klinkt zo fris altijd, hè? Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're gonna clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week. Ja, ik ben weer gaan zoeken in de D-single-serie. Weer lekker van die oude platen uit de jaren 30, 40. Oude meuk. Oude meuk, hè? Dat is wel weer lekker. Ik ben een beetje aan het zoeken geweest en ik ben er eentje tegengekomen. Was bijna één cd vol van Mitchell Talk. Mitchell Talk, nooit van gehoord. Ja, daar stond een nummer of 5, 6 op die cd. Dus ik heb er maar eentje uitgekozen, maar dat wissel ik wel een klein beetje om. We beginnen ons rijtje van drie met Utah Carl Beach. And Because I Trusted You. En dan Merle Lindsay, I'm Tired for Writing Letters. Of Writing Letters. En dan als laatste was het dus die Mitchell Tork. Caribbean. Nou, laten we maar eens horen de oude doos voor vanavond. Beginnend met Utah Carl Beat. Nou, en dat muziek uit de Caribbean, hè? Nou, dat, dat keutelt weer lekker weg zo. Ja, en die oude doos van vanavond, waar er weer alle kanten op gingen. We hadden weer fantastische dingen. Ik zit even naar Ab te kijken. Heb je daar nog wat bijzonders gevonden, Ab, voor die oude doos? Nou, de enige die ik even zo snel kon vinden was die Mitchell to Rock. En die schijnt ook een grote hit te hebben geschreven voor Jim Reeves. Oh? Mexican Joe, dat heeft hij gemaakt. Ja. Dus dat is iets wat mij opviel. En de rest kan ik eigenlijk niet zo goed vinden. We zochten net eventjes de naam van degene die bij het nummer van Merle Lindsay die gootsteenontstopper speelde. Maar die kon ik ze gaan niet vinden. Dat vond ik wel jammer. De gootsteenontstopper. Ja, de zogenaamde paardengalop. Oh ja. Maar van die overdreven grote walnoten, weet je. Die staan de kokosnoten. De kokosnoten, ja. Monty Python is er bekend mee geworden. Ja. Nou goed, zo maken we ook muziek. En dan gaan we naar de volgende. De Johnson Mountain Boys. Ja, de bergen in, hè. Met Mountain Bluegrass of zo zullen we het maar noemen. Ja. Gaan ze.
Goed, dat waren de Johnson Mountain Boys en Tomorrow I'll Be Gone. Ja, worden toch met gemengde gevoelens ontvangen hier zo. Ja, hè? Ja. Dat is wel leuk, hè? Hoor eens, iedereen mag zijn voorkeur hebben. Ja. Daarom. Ja, maar dat was nooit zo. Dan gaan we dwars doorheen natuurlijk. Het was vroeger nooit zo. Toen vond ik het helemaal niet zo erg. Maar, maar hij is gefrustreerd geraakt. Hè? Ja. Door die gekke zender die dan die je plat gooit met Johnson Mountain Boys. Om de drie platen de Johnson Mountain Boys. Ja. Nou, deze was van de CD Favorites. Oh, nou ja, goed. Er staan een heleboel op. Ik vond dit ook wel een favorite, ja. Ja, je leert ermee te leven, joh. Het duurt minstens een maand weer, hoor. Misschien wel langer. Oh. Voor dat weer. En dan draaien we gewoon tussendoor nog hele andere muziek. Goed, Travis Tritt, gaan we mee verder. En did you fall for enough? Ja, ik heb op het moment een beetje een Travis Tritt manie. Ik heb hem nu al twee keer gedraaid. Ik heb het gehoord. Ja. 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 Maar goed, de eerste keer had ik hem gepland en toen lukte het niet. Ja. Toen de tweede keer denk ik, ik ga er een uur openen van maken. Dan weet ik zeker dat ik hem draaien moet. Ja? Ja, en toen hadden we dus Double Trouble. Kun je hebben. Ja, maar goed. Niet. We hebben nu geen Double Trouble. Nee. Nu hadden we Did You Fall For Enough. Far. Far enough. Oh ja. Of ben je ver genoeg gevallen? Oh, misschien wel, ik weet niet. Hij krabbelt wel weer op, dus dat maakt niet uit. Nee. Ja. Hey, we gaan naar Eddie Arnold. Ja, mooi hè. Ik heb zo'n mooi cd'tje. Dat staan er 20 stuks op. Deze duurt geloof ik 1 minuut 16 of zo. En zo zijn er nog een paar. Maar in die korte tijd weet hij er toch weer een heel mooi verhaal van te maken. Oh, zo lekker. Trouble keeps hanging at my door. Ja. Ja, de afkondiging en de aankondiging duren langer dan het hele nummer zelf, moet ik zeggen. Ja, dat klopt. En ja, ik moet zeggen, ik hoor liever Eddie Arnold dan mezelf hoor. Maar met de Oklahoma Rangers. En op de breimachine was het Little Roy Wiggins. Kijk. Ja, het zijn zulke machtige mannen. Hey, we gaan nog naar weer een hele goede de Delm Goody Band. Oh. En dat is een lekkere cd die ik toen ooit eens een keer gehaald heb. En daar gaan we drummen van A Far Cry. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Het gaat allemaal zo snel. We gaan dan snel door voor het laatste nummer in dat eerste uur. En dat is Lynn Anderson. En ik denk dat bijna iedereen wel weet. The Devil Went Down to Georgia. Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas. Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijlen. Country, bluegrass, oldtime en alles wat erbij hoort. Nou en of. En we hebben dat, we zijn eigenlijk begonnen met Glen Gibson. En ja, Gibson is natuurlijk een naam eigenlijk... Ja. Je hebt de Gibson Brothers en een gitaarmerk. Een gitaartje, dat heb je allemaal. Maar ik heb even zitten kijken thuis en ik heb hem niet zo gauw kunnen vinden. Ik zit hier ook even te kijken, maar je kan eigenlijk niet zoveel over deze beste man vinden. Nee, ik ken hem ook niet. Ja, en dan in de bluegrass. Dus dat, ja. Nou ja, goed. Geeft niet als hij dan mooie muziek maakt. Time en tijd. Ja, daarom. En dan, we gaan weer een Nederlander doen. J.B. Roy en de Royal Family. A Room Full of Strangers, zo heet de cd. We hebben hem al diverse keren gedraaid hoor, want Jan Willem is een van de beste Nederlandse Americana-zangers. Mm-hmm. Hij zingt trouwens ook in het Brabants hoor, als het moet, want daar komt hij vandaan. En het maakt niet uit wat hij zingt. Het is altijd geweldig. We zeiden het net hier al, echt on-Nederlands eigenlijk. Blue Sunrise. Ja. Jan Willem Roy. En Roel Spanjes, producer van deze plaat, is een van de medeschrijvers van dit fraaie nummer. Ja. We hebben hem al vaker gedraaid, deze plaat, want Ilse de Lange doet ik hier mee. En Lea Cliphuis. Oh ja. Ja, Ab, die kent er ook weer. Dus dat, ja. Voor mij ook die wel. Ja, die hebben we een keer gedraaid. Ja, klopt. Ja, we blijven hem draaien. Ja. We gaan een stukje terug in de tijd. En dat gaan we doen eigenlijk de tijd dat Relaxation nog bestond.
En dat er een Amerikaanse vrouw naar Nederland kwam. En die vond eigenlijk de band Relaxation een leuke band. Maar waar ze eigenlijk voor viel, was Rens Vreeburg. Want dat was toch een Nederlander waar zij wel mee verder wilde. Ze kon er muziek mee maken. Ja, toen hebben ze dus een nummer opgenomen. Dat gaan we zo meteen beluisteren. En dat nummer schreef zij speciaal voor Rens. Ik geloof het graag. Ja, hè? Ja. En de cd heet Go With Me. En dat... Ja, hij moest mee. Hij moest mee naar Amerika. Nou, ja. Hij zit nu nog in Amerika. Ja. Judy is jammer genoeg overleden. Ja. Maar het mooie nummer wat wij nu laten horen is The Dutchman's Love. En dan zo leuk, en dan ben je in Amerika en dan zit je aan het begin van de straat waar ze wonen. En dan heb je zo'n telefoontje bij je, zo'n Amerikaans kaartje erin. En dan bel je naar Rens. Rens, ben je thuis? Hij zei, ja, dan komen wij even. Oh. En wie zijn jullie dan? Ja, Joel en Tieme. Oh. En in de tussentijd dat we aan het praten waren, reed ik richting zijn huisje. En ik zag zijn bordje, Rens Vreeburg, linksaf. Zijn trein op. Nou, dat was mijn moment. Feest. Rens Vreeburg en de mandolinespeler in dit nummer. Die ken jij ook wel. Oh ja? Ja. Dat zou zomaar kunnen. Jesse McReynolds. Oh, jeetje. Ja. En het was ook de special guest voor deze cd. Ja, leuk. Maar goed, ik heb het al vaak genoeg gezegd. Maar ik zeg het dan nog één keer. Ze spelen samen nog wel op gezellige momenten. Prachtig. Ja, de twee oudjes bij elkaar. Ja. Goed, Beth Stevens. Ja, die kennen we al, want ik heb een cd van Beth en April Stevens. Ja. Dus een mooie plaat. En ze is ooit begonnen met Stevens Family, want die hele familie die is redelijk muzikaal. En ik geloof dat vader nog mee op deze cd, want ze is nou met haar eigen band op stap. En dat hij hier ook nog meespeelt. Deze plaat heet Strong Enough. Ook al eens een keer iets van gedraaid hoor. Maar ook uitstekend. I'm gonna find me a new home. Emmy was born a red dirt girl on April 2, 1947 in Birmingham, Alabama. Emmy Lou took piano lessons, played saxophone in the school marching band, and learned to play a few folk and country songs on a K guitar. Mama never seemed to miss the finer things of life. If she did, she never did say so to Daddy. Oh, yeah, because every once in a while there's a song you want to do, and I don't think that the fact that I'm a country singer should stop me from trying other things, but I always come back to country because that's... I didn't grow up in a family where people sang. I was the only one. I was kind of the weirdo. Folk music drew me in through the storytelling. Onze jaarartiest van 2020, Emmylou Harris. En we blijven deze week nog even bij dat schitterende en voor Emmylou Harris zeer belangrijke album Pieces of the Sky uit 1975. Emmylou Harris zal zelf nooit bekend worden als schrijver van goede country songs, want slechts zeer incidenteel verschijnt ze zelf geschreven nummers op haar plaat. Op haar albums kom je vooral covers tegen, waar ze met haar schitterende en zeer herkenbare stem wel een hele eigen stijl aan meegeeft. En op Pieces of the Sky staat onder andere de cover Sleepless Nights, een nummer dat werd geschreven door een zeer bekend songwriter duo, namelijk het echtpaar Phyllis en Budlow Bryant, die we vooral bekennen van de Everly Brothers. En het waren ook de Everly Brothers die dit nummer als eerste uitbrachten, en dat deden ze op hun album It's Everly Time uit 1960, waar we ook Chet Atkins horen meespelen. Emmylou Harris was altijd zeer gecharmeerd van dit nummer, dat ze ook als duet zong in haar tijd toch met Gram Parsons. En op de versie die we nu gaan horen zingt Emmylou zowel de lead song als de tweede stem, dus daar is met de techniek een beetje gekunsteld. Hè. Volgens sommigen is dat een eerbetoon aan de veel te jong overleden Gram Parsons. Later werd het nummer ook nog opgenomen door onder andere The Judds en Patti Loveless. Maar deze versie van Emmylou Harris blijft misschien wel de mooiste. Hier is Emmylou Harris met Sleepless Nights.
MNOR is onze jaarartiest en we hebben hem compleet mogen horen deze keer. En dankbaarheid natuurlijk van onze kant richting onze linkerkant, van jou rechts. Okay, ja, wat jij wil. Een duet met zichzelf, hè, Emidou? Prachtig, toch? Ja. Nou. Heb je twee keer die stem, hè? Ja. Die uiterst herkenbare stem. Dankjewel, Ab. Dat was weer een mooi nummer. Nou, en of. We gaan naar de Skeks Family. Ja, ik heb dat hier al even gememoreerd, maar daar heeft de luisteraar nog helemaal niets van meegekregen natuurlijk. Ricky Skeks, die heeft een cd die heet Family and Friends. Dus vandaar dat ik dacht, ik noem het maar de Skeks Family, want er zingt iemand op die absoluut geen Ricky Skeks is. Mm. Dus een wat oudere stem, dus misschien is het een vader of een oom of wat dan ook. In ieder geval Skeks Family. River of Memory. Pratend over mooie stemmen. Roerend, hè? Ja, eigenlijk heel eenvoudige stemmen ook. Ja. MLOR is net. Nou, en dan Johnny Cash. Ja, maar dit is niet eenvoudig meer eigenlijk. Dat het is zo simpel dat het zo grandioos, uniek en groots is. Nou, en dan natuurlijk met zijn vrouw samen, June Carter. Ja, en dan Don't You Think. It's come our time. Nou, dat was zo. Ja. Anders klonk het niet zo. Goed, jammer genoeg. Zijn ze er allebei niet meer? Zijn ze er allebei niet meer, maar de muziek nog wel. Er wordt door zijn zoon nog wat een en ander in de kelder gevonden of ergens op een plankje. Ja. En dat brengt hij dan weer uit als iets nieuw materiaal. Dus, ja, maar ik vraag me nog steeds af, die American Recordings, hè? Ja. Daar moet ook het een en ander van zijn overgebleven. Maar daar horen we niks meer van. Nee. Ja, misschien kijk ik ook niet goed genoeg, hoor. Dat zou kunnen. Maar bij alle opsommingen van cd's die nog zouden kunnen komen, daar staat dat niet bij. Nee. Nou ja, goed. Houd in de gaten en misschien dat er binnenkort wat meer gaat komen. De Whites. Een familie. En dat is... Die zijn nogal erg gek van gospelmuziek. Ik ook. Ja, ze is niet echtgenote van Ricky Skeks. Ik durf dat niet te zeggen. Ik heb het Sharon eigenlijk... Sharon White. Ja, kijk, daar word je aangeschud. Dus. Ja, en de familie White is natuurlijk inderdaad heel bekend vanwege country gospel. Ja. En ze vragen maar één ding. Help me. Het is weer zo'n bandje die heeft verschillende muziekstijlen. Abdi zei het net al, uit de Brother. Oh Brother, daar zingen ze dan ook op mee. Ja, akoestisch. Maar wat jij al zegt, daar spelen ze dus akoestisch, maar zonder drums. In deze weer met drums. Misschien heb je dan weer een andere versie, dus misschien alleen maar snaarinstrumenten. Je weet het niet. Nee, want Ricky Skeks, die heeft ook een elektrische periode gehad. Ja. En daar heb ik ook weer diverse cd's van. En denk je, oh jeetje, hey. En dan eigenlijk ben je gewend aan de akoestische uitvoeringen van hem. Want kijk, hij speelt alles wat snaren heeft. Hè? En dat is zo aardig altijd. Maar dit was een tamelijk commerciële uitvoering van The Whites. Nou. Maar ja, ze hebben van alles gedaan. Ja. En als ze maar goed blijven zingen, dan is er niks aan de hand. En daarom gaan we lekker de overstap maken naar Dierks Bentley. Ja, die gaat een beetje gevoelig liedje zingen. Nou, gevoelig, maar toch niet zo van rampenstamp. Hey daar, yo. Ja. Dierks Bentley. Ja, Modern Day Drifter. Titelsong van de gelijknamige cd. Ah. 2006, geloof ik. En ik hoorde wat mooie namen die erop mee doen, Ab. Ja, hadden het meer over dat je als je de cd's koopt, of de lp's desgewenst, er staat ook de hele mooie informatie op wie er allemaal meespelen, en wie de liedjes schrijven, en wie er geproduceerd heeft. En ja, dat zijn dingen waar ik in ieder geval heel erg in kan verdiepen. En we zagen net een naam en daar reageerde jij op. En dat is de schrijver van de nummer Modern Day After. En dat is onder andere Wyatt Easterling. En daar had jij weer wat informatie over. Nou, informatie over. Ik weet dat we contacten hebben met een zangeres uit Nederland. En die heeft weer hele goede contacten met Wyatt Easterling. En die heeft gezegd als die een keer komt... Gaat hij hier zingen? Ook. Maar hoor ik dan een bruggetje dat we ook Dierks Bentley vandaag of morgen in de studio halen? Of ga ik nou heel ver?
Goed, we gaan verder met... Dromen, Timon. Dromen zijn geen bedrog altijd, nog niet altijd. En je weet ook, soms kun je gewoon een vraag stellen aan iemand... en het ergste wat kan gebeuren is dat ze dan nee zeggen. Dus ja. Er is niks mis mee, hoor. Nee, ik probeer het af en toe ook, maar mijn Engels is natuurlijk... breipennen Engels, of hoe zou ik het noemen? Daar is een oplossing voor te vinden. Oh, er is altijd wel iemand in de buurt die dat zegt van... Onze man aan de andere kant van de lijn, die dus nu onze dingen in de gaten houdt, onze playlist. En kijkt als er wat verbeterd moet worden, dat is ook onze man voor het Engelse taal. Dus ik probeer altijd een contactje te maken en dan stuur ik hem door. En dan komt vanzelf wel de berichtjes binnen. En we gaan daar weer een stukje terug in de tijd. En dat is met de Delmore Brothers. Ja. En dat is van een van jouw eigen cd's? Dat is een van mijn eigen cd's. Hij heeft een cd van de Delmore Brothers. Ja. Zo. En wat ik van jou hoor, dat het zo'n speciale cd is... omdat hij dus van die bekende Ace... Ace-label. Dat zijn zulke klassieke dingen. Dat is bijna net zoiets als Bear Family, hè? Ja. En Ace staat voor authentiek. En nou, dat is dit toch al, toch? Dit is niet anders dan. Nee. En ik weet niet of het over een trein gaat... Maakt niet uit, het zijn de Delmore Brothers. Nou, dat is toch fantastisch. Lekkere oude muziek. Hoe klassiek kan het zijn? Het kraakt en het doet, maar het is zo fijn. Ja, dat was die trein. Oh, is dat die trein? Ja, die maakt zo nu wel een beetje lawaai. Ja, maar ik ben niet zo oud, dus ik snap niks van die trein. Nou ja, ik was het toen net, 1946 namelijk. Oh, kijk. Nee, ik ben van 56. Nou, dat scheelt. Ja, nou ja, de Delmore Brothers... King Recording Studios. 50 miles to travel. Hm. Mooi hoor. Ik ga er nog een keer naar zoeken. Ik begin het steeds meer te waarderen. Fijn. We hebben in het begin van de uitzending gezegd... we bestaan 23 jaar. Ik ben in die 23 jaar ben ik van gewone country... naar alle andere stijlen van muziek die ermee te maken hebben... ben ik gaan waarderen. Dat is goed, want je kent mijn verhaal, dat Strictly Country. Ja. Dat ik allerlei dingen van Joe Ermelen onder ogen kreeg en beluisterde. En dacht ik, heb je weer die hakketak ellende, dat Flatland Scruggs. En nu kan ik, eerlijk gezegd, zet ik dat voor mijn plezier op. Het is een... En de Louvre Brothers, die komen dus daar vandaan ook. Ja. En Jim en Jesse en al die broertjes, de Stanley Brothers enzovoorts. Het is een stukje maaltijd voor jouw leven. Wat heet. Ja. Ja, nou ja, goed. En daar horen ook wel vrouwen bij. En deze, als ik die naam noem, dan... Het zijn zulke schatten. Betty Loveless. Ja, heerlijke stem. Prachtige songs altijd, in goed gezelschap. En ja... Wat wil je nog meer? Nou, dat was het dan weer, hè? 2 uur countrymuziek in het programma Countryland. Met vanavond een prachtig pakket met muziek. Daar gaat mijn hart, hè? Daar gaat je hart, met Mavericks. Nou, laten we het nog maar even bij ons steken, want we hebben het nog wel wat langer nodig, hoor. Ik heb even twee agendapunten. Dat is ten eerste, en dat gaat over onze vriend Jos Jongeling. Die heeft jaren in Ermelo aan de Stationsstraat 78... een soort picking party, volkssessions gehouden. Daar is hij gestopt, jammer genoeg. En dat komt niet door hem en het komt ook niet door de aanwezigheid... maar bedrijfsmatig het niet meer kunnen krijgen van personeel. Oh jee. Dus, maar het lichtpunt is dat de sessions in Harderwijk verder gaan. En dat is eigenlijk bij dezelfde eigenaar... Maar in Harderwijk blijken de mensen dus daar wel weer op af te komen. Dus 1 maart is er daar dus een picky party of een session. En dat is van 2 tot 5 aan de Graaf van Geldermarkt in 14 in Harderwijk. En dan voor de picking party liefhebbers hier in de omgeving. En dat, want we hebben dus op 23 februari in de Rebellenhonk... hebben wij dus een picking party georganiseerd door onze vriend Luc. En daar gaan wij aan mee helpen, dus dat gaat weer wat heel moois worden. Harro, ik ga jou bedanken voor het meepresenteren. Johan voor de techniek. Ab voor het meehelpen met gedachten. En Nel voor de koffie en dat. En u luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week.